Goedemiddag! Was niet slaapgedommeld, hè? Wie, ikke? Ja? Nee, helemaal niet. Oké, ik wou zeggen, wat heb je een leuk shirtje. Leuk, hè? Staat jou goed? Ja. Ja. Blauw. Het is turquoise, maar dat maakt niet uit. Waar ben je geweest? Waar ben ik geweest? Ik ben in Marokko geweest, het Atlasgebergte. En ik kan je vertellen, dat is geweldig. Wat heb je daar dat gedaan? Dat is echt heel erg mooi. Wat heb je daar gedaan? Ik wil weten. Ik heb een tv-programma opgenomen voor Risky Rivers. Dus ik heb de hele gevaarlijke rivieren... Heb jij een tv-programma opgenomen voor Risky Rivers? Nee, ja. Of heet het programma Risky Rivers? Het heet Risky Rivers. Ga jij serieus nu eventjes op alle slakken zout leggen? Dit vind ik echt heel jammer. Laat mij gewoon mijn verhaal doen, want dit vind ik gewoon niet leuk. Ik heb de gevaarlijke rivieren getrotseerd samen met Mark Tuitert. Andere Mark. Hebben we beelden? Hebben we beelden? Daar hebben we beelden van. Dus kunnen wij dit? Wij kunnen dit. Nou mensen, het pittoreske Marokko. Nou, is het mooi of is het mooi? Mooi toch? Nou, de autostation staat alweer te draaien. Ze zijn een beetje ongeduldig, maar dat geeft niet. Ik ga gewoon mee. Zit eens op, Bobby. We moeten gaan. Ja, ik kom. Op, we moeten gaan. Hoe voel je je? Ik heb er zin in. Ja? Ja, ik ben echt klaar. Fantastische voor. Outfit. Vind je? Nou, ik had me er iets anders bij voorgesteld. Ja, iets meer stylish. Schiet eens op, Bobby, we moeten gaan. Kom. Onvoorstelbaar. Ik heb echt zo'n mooie ervaring gehad. Ik had het echt niet willen missen. Ik moet wel zeggen, sommige dingen waren best eng. Dat wou ik net zeggen, wat vond je niet eng? Het was wel een beetje eng, want ik en Mark hadden 0,000 ervaring. Zal die niet groot zijn? Nee, het moet gewoon om die tieten. Ja, je kan. Moet het even een beetje goed aantrekken hier, want anders, ja, dit is niet anders schiet je er tussendoor. En dan kan ik je zo meteen niet meer terugvinden. Kijk, we hebben hier een pro, hè? Hoppa. Ja, maar kijk. Je hoeft alleen maar Greenpeace mensen te volgen. Greenpeace? Ja, dan zeggen ze van, oh, die walvis is aangespoeld. Maar was het wel lekker weer? Of? Nou, qua temperatuur? Nee, het was echt oké. Okay, want zelfs mijn, hoe noem je dat? Mijn bovenkant van mijn handjes, hoe noem je die dat knokkels. Nou? Nee, niet alleen mijn knokkels. Bovenkant van mijn handjes, die waren gewoon verbrand. Ja, en dan zit je daar. Als iemand het antwoord weet, wat de boven, hoe het heet, de bovenkant van je hand, dan hoe noem je dat onder nou? Het filmpje alsjeblieft. Ja. Ja, maar bij je voet heet dat je wreef, maar dat is niet bij je hand. Ik weet even het woord niet. Misschien is het wreef van je hand. Nee, dat is het ook niet, dat weet ik zeker. Wanneer komt het op tv dan? 16 oktober. Dat is volgende week maandag. Ja. Maandag of dinsdag? Ja, ik weet het maandag. Niet eens meer. Maandag. Ja, oké. Okay. Nou, dat okay. Is maandag. Ja, leuk. Ja, super. Blij dat je weer heel hard thuis bent. Ja. Wat, had jij gedacht dat ze me met een ambulance moesten brengen? Nee, maar je weet het nooit, hè. Hallo, ik ben echt wel, kijk, ik zie er misschien niet heel sportief uit. Maar als het moet, dan moet het gewoon. En dan sta ik daar. En dan ben ik jouw maatje. Hè? Bobby Verwaal. Je draaft door, schat. Nee, maar dat vind ik echt. Ik vind echt dat ik het echt goed heb gedaan. Jeppa! Oh, we krijgen natuurlijk heel veel reacties op het filmpje vorige week van mensen. Goh, wat is Brandon groot geworden? En, ja, sommige mensen waren echt heel erg geschrokken dat hij in één keer op een soort kleuter leek. In plaats van baby peuter. Maar stiekem is hij al 4. Nee, ja. Maar heel veel mensen die vroegen ons eigenlijk ook hoe Brandon het heeft gedaan in Amerika. Dus, wat hebben wij? Wij hebben een hele mooie compilatie. Ja. Disneyland met Brandon vond ik echt geweldig. Dat was ook heel leuk. Ja. Dat was een leuke dag. Wij kregen een button toen wij bij het hokje stonden om de kaartjes te kopen. Van Brandon's first Disneyland bezoekje. Hij had zijn zonnebril op, maar hij moest echt een beetje janken. Ja. Waardoor ik ook moest janken, daar werd ik ook emotioneel van. Dus dat was toch wel een dingetje. Het kwam niet door de entreekaartjes, de prijs daarvan. Nou, ook daarvan. Daarvan moest ik ook een beetje aan. Ook daarvan moet je een traantje laten. Okay.
Einde bericht. Nu al? Of had ik nog wat moeten zeggen? Nee hoor. Nee, ik denk ik zeg nu wat. Omdat jij normaal zegt, ga jij het zeggen? Of gaan wij het zeggen? Of ga ik het zeggen? We gaan een hele drukke week tegemoet. Volgende week heel veel updates. Inderdaad. Nu mag je het zeggen. Einde bericht.